Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Sinds ongeveer een jaar zijn er steeds meer mensen die hun hond uitlaten, de uitwerpsel van die hond in een zakje doen en dat zakje vervolgens langs de weg leggen of tussen de struiken gooien. Zwerfafvalopruimers in de gemeente Drimmelen maken het dagelijks mee. Niet alleen in de gemeente Drimmelen, maar ook in de rest van Nederland blijkt dit een groot probleem te zijn. Een van de zeppers uit Drimmelen was de overlast van de rondslingerende hondenpoepzakjes zo beu dat hij stickers heeft laten maken met de tekst: "Is dit normaal? Jouw hond, jouw puntje, 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 ruim het gewoon op, zeg." De stickers worden op de poepzakjes geplakt en zichtbaar neergelegd om de hondenbezitters erop te wijzen dat ze de zakjes of mee naar huis nemen of in de afvalbak gooien. Op zondag 21 januari jongstleden bestond Mid-Zuid 70 jaar. Mid-Zuid is het sociaal werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Zij helpen mensen aan het werk die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben en hierdoor niet zelfstandig aan het werk kunnen of blijven. Zaterdag 16 maart opent Mid-Zuid haar deuren voor bezoekers. Tijdens de open dag is er een fototentoonstelling te bewonderen en kun je op nog veel meer manieren kennis maken met Mid-Zuid. De foto's die te bezichtigen zijn van 1954 tot nu. Een mooi eerbetoon aan alle collega's die werken en hebben gewerkt bij Mid-Zuid. Natuurmonumenten heeft aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor het gebruik van natuurgebieden. Met de toenemende drukte in de natuur wil de natuurbeheerder planten en dieren beschermen tegen verstoring. Deze nieuwe regels hebben betrekking op het aantal honden, drones, asverstrooiing en het verkrijgen van toestemming voor bepaalde activiteiten. Zo mag men met maximaal 3 honden een natuurgebied in en geldt er een verbod op drones. De basisregel is dat alleen activiteiten zijn toegestaan die op de gele borden bij de ingang van het terrein vermeld staan. Voor activiteiten zoals fotoshoots, therapiesessies of sportevenementen die niet op deze borden vermeld zijn, moet vooraf toestemming worden aangevraagd. De verkregen toestemming vereist een financiële bijdrage die weer wordt gebruikt voor natuurbeheer. De crisisnoodopvang in het gemeentehuis sluit in de loop van volgende week de deuren. De asielzoekers die nu in de opvang verblijven, verhuizen naar een locatie in Dongen. Zodra een noodopvanglocatie voor middellange termijn in de gemeente Drimmelen open is, verwelkomen we de asielzoekers weer in onze gemeente. Naast de opvang van de asielzoekers in de crisisnoodopvang zoekt de gemeente door naar 2 noodopvanglocaties voor maximaal 75 mensen binnen onze gemeente. Het college kiest voor kwaliteit in plaats van snelheid. Om asielzoekers niet te lang te laten wachten, nemen ze in ieder geval over 1 noodopvanglocatie een besluit in februari van dit jaar. Op 10 februari om 2 uur in de middag wordt in de Korenbeurs het Maaise Juinenbal gehouden. Maaieners en maaienerinnetjes, ik sta hier voor de camera om te promoten het carnaval 2024. En met name het beste Juinenbal, lekker gezellig, een middagje weg. Vroeger hadden we een bejaardenbal, een 55-plusbal en nu is het Maaise Juinenbal. Jullie zijn daar allemaal van harte mee uitgenodigd om 's middags fijn te dansen. We hebben plek voor iedereen. Iedereen kan zitten, iedereen kan staan, iedereen kan dansen. Daar komen snacks van de pas. De kapellen komen erbij. En natuurlijk Prins Thomas met zijn gevolg komt ook nog om de beste verklede man en vrouwen te kiezen. Dus het wordt een enorme spektakel. Dat gaat ongetwijfeld weer een feest worden voor de ouderen en natuurlijk ook voor de kinderen en kleinkinderen die na de kinderoptocht welkom zijn in de Korenbeurs, zodat er een klein familiefeestje kan plaatsvinden. Prins Thomas den Eerste zal samen met zijn raad van 11 een prijs uitreiken aan de vrouw en de man die het mooist verkleed zijn. De jeugd kan met carnaval gezellig en veilig hossen in alle dorpen van de gemeente. En over 2 weken is het weer zover.
Het carnavalsplatform Drimmelen, de carnavalsstichtingen en de horecaondernemers van de gemeente Drimmelen zetten zich in voor 12 tot en met 15-jarigen binnen de gemeente Drimmelen. De Hos-on, Hos-off-bus rijdt op 10, 11 en 12 februari langs alle kernen om de jeugd van de gemeente Drimmelen op te halen die willen hossen. Zij brengen en halen de kids naar de feestlocaties. Voor €33 kun je geheel alcoholvrij met verschillende toffe activiteiten, de busreis en onbeperkt frisdrank op alle locaties meedoen. Op 10 februari rijdt de bus naar de Silent Disco bij Bas in Erpelrooiersland. Op 11 februari naar de Karaoke Night in de Koer in Schraansersrijk. En op 12 februari naar de Pub Pins Party op de Maai. Rijd je ook mee? Bij het kopen van een kaartje ga je akkoord met de voorwaarden van de organisator. CS De Meijeners willen alle groepen met carnaval hun feest geven. Het Toetenietoebal is een feest voor mensen met een beperking, maar ook voor anderen. Dit feest beantwoordt aan de basisgedachte van carnaval. Het doet er niet toe hoe je eruit ziet, wat je kunt, hoeveel geld je hebt, welke kleur je hebt, of je kunt lopen of moet rollen en waar je woont. Ieder mens doet ertoe. Op maandag 12 februari van 10 tot 12 uur 's ochtends kunnen ze bij elkaar komen. Ze vieren dan echt carnaval. Met muziek, dansen, zingen, iets lekkers drinken en op het eind een heerlijk bord friet met een lekkere snack. Kijk voor meer informatie op de site van de Meijeners. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal, waarop u zo meteen onder meer kunt kijken naar Drimmelen Politiek, met in de uitzending Roxanne Pruisers van Groen Drimmelen en Marieke van Schendel van de combinatie Algemeen Belang. Ook zenden wij de uitslagavond van de derde editie van de Maai Quiz uit, als ook de mooiste nacht van Wagenberg, deel 2. U kunt ons eveneens volgen op de social media van Omroep Drimmelen en op maandag en dinsdagochtend om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u de volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!